Lasse, we gunnen je de wereld, hè, dat weet je. Maar dit vergeef je ons toch wel? Vandaag even niet. We hebben zo op gehamerd van pas op, de eerste kwartier, 20 minuten komen ze als een als gekje. Nou, jij en moet dat weten. Ook. Ja, dat deed het. Dat probeer je ook. Maar goed, als Ajax dat op de heupen krijgt op die manier, dan krijg je het lastig. En, ja, dan kijk je op de klok, als je 20 minuten speelt, sta je 4-0 achter. Momentje met Overmars voor de wedstrijd, hoe was dat? Ja, heel mooi. Echt heel mooi. Het is natuurlijk 2 jaar geleden dat ik weg ben gegaan en dat ik nog afscheid mag nemen. Dat waardeer ik zeer. Dat vind ik heel mooi. Ik vind het een eer dat ik deze prijs aan jou mag geven. Je bent een bijzondere speler van Ajax geweest. Daar ben ik wel heel blij en trots op. En dat ze me steeds hier op die manier waarderen, dat doen we wat. Raakt dat je dan op zo'n moment, inderdaad, als je al die fans ziet staan en roepen? Ja, dat ben ik niet. Ik ben niet zo heel emotioneel, maar ik was wel even stil ook toen ik die spandoek zag. En natuurlijk die mooie woorden van Mark. Dat was wel echt heel mooi. En elk jaar werd je eigenlijk beter. Totdat we zelfs dachten in de laatste paar jaar, zal die het redden dit jaar? Zal hij op de bank terechtkomen? Nee, toen kwam je terug en je kwam sterker terug. Ja, nee, dat klopt natuurlijk wel. Het was elk jaar weer in het team terugvechten. Zoals ik ook zo vaak heb gezegd, dat hoort erbij, topvoetbal. Dan moet je maar laten zien wat je waard bent en weer terugknokken. En niet proberen te spelen via andere wegen, maar gewoon hard werken. En dan kom je wel terecht waar je hoort. Ik begreep dat je de kleedkamer van Ajax niet meer uit wilde net. Zat je daar zo lang? Ja, ik heb wel even gezellig met ze te praten. Ik heb natuurlijk daar lang gespeeld. En leuk om die jongens ook weer te zien en een beetje jou horen. Je bent helemaal doodgeknuffeld, hè? We kennen elkaar goed, ja. En zijn goede gasten. Dus het is gewoon leuk om hier weer te zijn en ze weer te zien. Ik had wel hoop op een ander resultaat, maar goed, dat moet ik maar meenemen dan. Wat zeggen ze dan als ze naar je toe komen? Nou, gewoon wat ik net zei, weet je, dat is leuk om elkaar weer te zien en succes en hoe het is in Nijmegen en dat soort dingen. Dus het zijn heel standaard dingen, maar het is gewoon weer gezellig om ze te zien en leuk. Dus het was wel even leuk in de kleedkamer. Echt Ajax ziet, hè, Lasse? Best wel, ja. Zullen we nog een mooi goaltje in dit item monteren van jou? We hebben er genoeg in het archief. Nou, er zitten wel een paar, ja. Welke wil je? Mag jij kiezen. Zijn er genoeg. Madrid doen dan maar. Ja, die zit er wel vaak bij, hè? Dus dat doet hij maar. Schöner, I think the favorite to take this one because of the angle. Atención al lanzamiento. No! Ja! 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 It's sensational! Sublime! Stunning! Beyond the boundaries of belief, maybe! Qué golazo de Schöner! 1-4! Nu moet Real de 100 maken! Ik had wel gehoopt op een iets andere welkomst.